Goedendag, je kijkt naar de weerswachting van weerplaatsen.nl. Op de weerkaart van vanochtend 7 uur zien we veel bewolking boven een groot deel van Europa. Boven het westen van Frankrijk en in het zuiden van Engeland was er weinig bewolking, daar scheen de zon. Nederland zat op de rand. We hadden wel wolkenvelden, af en toe brak vanochtend ook al de zon door en er viel hier en daar een buitje. Het belangrijkste op deze weerkaart is echt het lage drukgebied ten zuidwesten van IJsland. Dat lage drukgebied noemen we een sturend lage drukgebied, want dat lage drukgebied bepaalt waar de meeste bewolking en regen heen trekt. En die volgen ongeveer deze koers, dus via de Britse eilanden, richting het zuiden van Scandinavië. En ze schampen Nederland. Als we de boel in beweging zetten, zien we dat ook gebeuren. We zien dat... De bewolking vanuit de Britse eilanden langzaam onze kant op komt. Het regengebied nadert ook, maar het gaat echt allemaal heel langzaam. Morgen om 12 uur, 1 uur, dan regent het van tijd tot tijd in Nederland en is het grotendeels bewolkt. Het lage drukgebied ligt dan ten noorden van Schotland. Als we het nog verder in beweging zetten, zien we de regen langzaam weer wegtrekken en zien we vanaf de oceaan een paar buiengebieden naderen. Die buiengebieden die lijken in Nederland grotendeels te missen vrijdag. Het is een redelijke dag. De meeste buien trekken over de Britse eilanden. En op zaterdag 0 uur middernacht, dan hebben we te maken met brede opklaring in Nederland. Buien zijn er nog steeds wel te vinden, maar vooral weer bij de Britse eilanden en met de dan heersende wind trekken die vooral zo. Dus zaterdag slechts een enkel buitje. Dat betekent voor de weersverwachting van vanavond dat de buitjes die we vanmiddag nog hier en daar hebben, vanavond zullen verdwijnen. Er komen opklaringen, temperatuur daalt naar een graad of 7. De komende nacht kan het op een enkele plekken graad of 3 worden, wordt het ook wat nevelig in het oosten van het land, maar in het westen begint de bolking alweer toe te nemen en gaat ook de temperatuur weer wat oplopen. En morgen overdag krijgen we dan te maken met het regengebied wat er vanaf de oceaan aan het naderen is. In de ochtend misschien in het oosten nog een zwak zonnetje, maar daarna snel bewolkt. En in de rest van de dag van tijd tot tijd een regen of motregen. Een zuidenwind, aanvoer van zachte lucht, temperatuur van 9 à 10 graden. Pas morgenavond trekt het regengebied weg en dan komen we in beter weer terecht. Vrijdag een paar buien, heel misschien met hagel en onweer, maar het grootste deel van de dag is het droog en de zon schijnt ook geregeld. En het wordt 9 graden. Zaterdag nog een enkel buitje, ook dan weer geregeld zon en 9 graden. En met wat geluk blijft het zondag zelfs de hele dag droog, maar het wel stevige wind, maar uit de wind en in de zon, en die 10 graden, is het zondag denk ik gewoon echt heerlijk weer. Dan nog even de vooruitzichten voor de wat langere termijn. Nou, temperaturen in de middag blijven eigenlijk in de buurt van de 10 graden liggen, een echte afkoeling is niet zichtbaar. Op de onderste blauwe lijn zien we dat de nachten geleidelijk wel wat kouder gaan worden. In de loop van volgende week wordt de kans op nachtvorst dus groter, maar echt winterweer ligt er niet in het verschiet. Ik ben Michiel Severin van Wikplaza.nl.